allemaal. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over de adem. Dat de adem het belangrijkste is in ons leven, dat weten jullie wel, want zonder de adem leven we niet. We hebben twee systemen met ademen. We hebben de borstadem en we hebben de buikadem. Wanneer is nu welk systeem actief en wat doet dat systeem nu precies? Nou, de borstadem noemen we ook wel het fight or flight system en is dus actief als we actief moeten zijn. Of ook als het lichaam stress ervaart. Alle energie gaat dan naar de spieren, naar het bewegingsstelsel om actief te kunnen zijn. De buikadem, het rest and digest system, is dus actief in rusttoestand. Dat houdt in dat dan het eten kan worden verteerd en dat het naar de plekken gaat waar het nodig is om daarna weer als brandstof te dienen voor het fight or flight system. Met sporten hebben we dus die borstadem actief en dat houdt in dat je niet volledig gebruik maakt van de longen, want je hebt snel en veel adem nodig en het gaat niet als je dat met die buikadem doet. Dus dan gaat de borst op en neer. Ook als je stress ervaart, als je zenuwachtig wordt, gaat de adem omhoog, gaat die meer naar de borst. De buikadem, dus als we dan in rusttoestand zijn, dan adem je in, vullen de longen zich met lucht, duwen het middenrif naar beneden, waardoor de organen naar voren komen. Uitademend gaat dat weer terug. Dus er zit tevens beweging in die organen. Eigenlijk kun je dat een lichte massage noemen, omdat je in- en uitademt. Als dat hierboven, de borstadem, het fight or flight system, als dat actief blijft, en vooral mensen die veel stress ervaren of die burn-out gerelateerde klachten hebben, die blijven hierboven in de borst ademen. Dus die blijven op ons staan. Dat is natuurlijk niet handig. Nou, hoe kunnen we dan die buikadem, dat rest and digest system, weer activeren? Heel gemakkelijk door je handen op je buik te leggen en naar je buik te ademen. Gewoon voelen hoe inademend die handen uit elkaar worden geduwd en uitademend weer teruggaan. Nou, lukt dat niet daarmee? Dan trek je gewoon uitademend bewust de buik in, navel naar de wervelkolom. Je laat de buik los, je ademt in, wordt die buik vanzelf dikker. En uitademend trek je weer rustig die buik in, navel naar de wervelkolom, ook die onderbuik intrekken, helemaal leeg zijn. Laat die buik los, adem in en weer rustig uit. Als je dat een paar keer herhaalt, dan zakt die adem al. En dan activeer je dus de buikadem, het rest and digest system. Goed. Met sporten heb je natuurlijk altijd het fight or flight system nodig. Dat kun je niet met de buikadem doen. Behalve als je in de yin yoga zit, dan heb je natuurlijk de buikadem nodig. Goed. Heb je meer interesse over de systemen of over Hoe wil je dit doen met de adem? Waar wil je naartoe? Heb je nog wat oefeningen daarvoor? Zijn jullie altijd van harte welkom om even een mailtje te sturen of contact met ons op te nemen. En dan boek een afspraak met mij in. En dan zal ik jullie verder op weg helpen. Fijne dag.